Dag kijkers, welkom bij Cooking Spaces. Vandaag maakt onze kok Pascal Wouters kip met noten en noedels. En daar heb je natuurlijk heel veel stomend water voor nodig. En laat dat precies het onderwerp zijn waarover onze gast van vanmiddag, Patrick Mertens, alles over weet. Welkom. Dag Pascal. Klaar om te strijden te trekken. Absoluut. Wat komt er op ons bord vandaag? Een heel eenvoudig gerechtje, heel snel te maken. Ja. Kip met cashewnoten. De basis bestaat uit een tweetal kipfilets, een paar honderd gram cashewnoten, een ongezouten liefst, wat sojascheuten, een wokmix en vooral belangrijk ook citroengras, een paar lenteuitjes en een tintje lok. En in dit mooie zakje? Wel, je kan bij de Chinese groothandel heel lekkere eiernoedels vinden, ja, die op een viertal minuutjes klaar zijn. Dus eigenlijk een versie van quickfood. Perfect als je van je werk komt en je hebt geen zin meer om lang te koken. Dan, absoluut. Spaart de Chinees uit, dus de Chinese huis. Goed, jij bent mijn Chinees vandaag. Dank u. Hoe beginnen we eraan? Sorry. Hoe beginnen we eraan? We beginnen met een paar lenteuitjes fijn te snipperen, ja, teentje look erbij en dan de kippenfilet in liefst smalle reepjes. Dat hoort het mooiste. Je kan ook blokjes snijden, maar het is mooier als je er lange smalle reepjes vlees van snijdt. Daar komt nog een teentje look en een beetje citroengras bij. Ja, waarom dat citroengras als de meerwaarde? Oh, dit is ook weer het aroma, het parfum. Citroengras geeft een heel fris aroma, ruikt ook heel lekker. Ik denk niet dat het in onze culturen groeit. Maar eens ruiken. Het is puur aroma. Oeh. Het is typisch Thais. Je gaat heel veel Thaise gerechten vinden waar citroengras in verwerkt is. Twee mooie kipfilets. Ja. Smalle reepjes. Smalle reepjes. Oogt mooi. Geeft een mooi effect op het bord ook. Ja. Je hebt er een malse kip uitgekozen, Pascal. Ja. Peper en zout. Peper en zout, gewoon. Parketjat pop. Een goede scheut. Een goede scheut, kan er echt in ondergedompeld zijn. Oftewel, hoe verdrink ik de kip in een lekkere marinade? Goed. Dit is klaar. Kan zo de frigo in. Laatste uurtje, als je ze voordat je ze uit de frigo haalt, zet ik er even de cashewnoten bij, dat die ook even doordenkt zijn met de marinade. Ja. Ziezo, het resultaatje van een nachtje trekken. Een uurtje voordat je het gerecht maakt, kun je er best de cashewnoten bij zetten. Ja, en dit is het resultaat dan? Dit is het resultaat. We hebben ondertussen de lenteuitjes gestoofd. En dan gaan we daar ons vlees bij doen. Goed Pascal, ik ga jou even rustig laten wokken. Dank u. En dan is het tijd voor mijn hete babbel van de dag. Dag Patrick, de man die alles weet over kokend water, of toch veel, hè? Wel, het is alles is een onderwerp dat mij heel hard boeit, ja, ja, mag je zeggen. We hebben iets heel handig hier in onze keuken staan. Kan je eens even het principe uitleggen van de koeker, is het, hè? Ja, dat heet de koeker, inderdaad. En er valt veel over te vertellen, maar ik zal alvast beginnen met het feit dat zoiets al 15 jaar bestaat. Ja. Het is een Nederlandse uitvinding. Een Rotterdammer is op het idee gekomen om onmiddellijk kokend water ter beschikking te stellen in de keuken. Ja, want we denken er eigenlijk niet meer bij na, maar waarvoor gebruiken we nu allemaal kokend water in de keuken bijvoorbeeld? Wel, opvallend veel. Dat kan eitjes koken zijn, dat kan thee of koffie maken zijn, maar dat is uiteraard ook het gaar maken van aardappeltjes of zelfs het pellen van tomaten. Er zijn veel toepassingen mogelijk. Goed, oké. Naar veiligheid toe. Heel veel mensen hebben 7 kinderen thuis lopen, een boel honden en katten. Hoe veilig is dit systeem? In het geval van de koeker is het zo dat het kokend water blijft beschermd in zijn omgeving zitten tot op het moment dat u zelf beslist van het te gebruiken. Als je het dan gebruikt, dan moet je eerst en vooral een kraan openen. Die is indrukbaar en tegenrichting draaiend. Dus met andere woorden, voor kinderen die zijn daar niet direct uit hoe ze die kraan moeten opendoen. Dus een kinderslot op de kraan. Ja. Twee, de kraan is 360 graden draaibaar en ook in de hoogte regelbaar. Dus je kan je tas thee of je respectievelijk je kookpot daaronder zetten en dan je mond van je kraan, waar het gevaarlijke kokend water uitkomt, tot in de pot brengen, zodanig dat
er geen gevaar is. En tenslotte, het is ook zo dat het een dubbelwandige kraan is, die je dus kan vastnemen, kan je er niet aan verbranden. En dat zijn allemaal aspecten waarover nagedacht is toen men die koeker uitvond, allemaal zo lang door geleden. Die een Hollander. Allemaal via die Hollander. In okay. Nederland is overigens, ik denk, meer dan de helft van de nieuwe keukens die in Nederland gebouwd worden, zijn allemaal uitgerust met koeker. Goed, heb je nog een plaatje in je buik over? Ja, ik heb een tweede maag, dus laat maar komen. Goed, de drank is er al. Ik ga zo meteen jouw tweede maag vullen. Goed, tot zo. Keukenprins, hoe ver staan we al? De kip is klaar. En dan gaan we er in de zoutenhok de groentjes stoven. Hier staat iets hoog te koken. Wel, om snel te gaan, hebben wij kokend water uit de koker gehaald. Ja. En dit staat nu verder te koken, want onze... De noedels? Eiernoedels, eiermie, moet ongeveer 4 minuten koken. Vanaf nu? Vanaf het moment dat ze in water staan. Dat is goed. Ik ga ondertussen de groentjes wokken. Peper en zout? Een beetje peper en zout. 4 minuutjes, voilà. Kan lekker een noedels worden. Goed. Zeg, hoe weet je dat de noedels dat er niet klaar is? Even proeven, zoals pasta. Ze moeten loskomen. Dus ze zijn in elkaar geweven. Als ze loskomen, zijn ze goed in de wok. Het ziet er lekker uit. Het heeft een beetje kleur. Ja. Groenten mengen zich. Noedelen met Pascal. Alsjeblieft. Dank je wel, Pat. Dank je wel, chef Kok. Kip en cashewnoten op Thaise wijze. Smakelijk. Dank je wel. Dank je wel. En ruikt het lekker? Ja, ruikt lekker. Ziet er lekker uit. Nu nog proeven, nu hè? Nog proeven. Ik geef jou de eer. Dank je wel. Altijd een heel spannend moment. Mm-hmm. Dat horen we graag. Ik ben sowieso voorstander van een Oriëntaalse keuken, maar dit is echt heel fijn klaargemaakt. Geniet. Dank u wel. Goed. Gaan wij ook meteen doen. Op Thaise wijze, het hoeft niet altijd heel moeilijk te zijn. Laat het smaken en heel veel succes. Tot later. Smakelijk. Smakelijk, hè? Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Cooking Spaces.